Maar we beseften dat we op deze 1 januari vooral ook met opbeurende, liefst humoristische items moesten komen. En dus kwamen we uit op één hoofdgast die vanaf het allereerste begin met grote regelmaat bij ons te zien was. Rond dit soort dagen gingen we vaker naar André van Duin. Niet alleen vanwege zijn oliebollen, maar ook omdat we bij hem het ideale decor vonden voor een eindejaarsgesprek. Want hij wilde waarachtig wel weten dat het kerst was. Soms deden we een spelletje, celebrities raden. Maar dan met jeugdfoto's. Wie was er zo beroemd dat André hem of haar herkende van een jeugdkiek van vaak heel lang geleden? Van iedereen heb ik een omschrijving. Oh, dat is wel prettig. Ja, en dan moet je eens even kijken of jij kan raden wie dit is. Kijk, hier. Ik geef je een clue. Zij droomde ervan een van de Spice Girls te worden. Viola Holt. Niet te vroeg. Laat mij even die zin afmaken. Is die goed? Dat is niet goed. Oh. Zij breekt alle records. En nu zeg ik één woord. Ja. Hello. Ah, Lionel Richie. Je speelt het gewoon niet serieus mee in dit spel. Maar hello. Hello. Nee, die andere hello van nu. Hello. Hello, Adele. Adele. Is dit Adele? Dit is Adele. Nou, dat zou je toch ook niet zeggen. Het is Adele. Goed, volgende. Ook voor thuis leuk om mee te doen. Ja. Ja. Wie is dit? Ja, ga ik je vertellen. Oh, dat moet ik krijgen. Hij debuteerde op zijn 9e, ging toen hij 10 jaar was van school af, werd niet groter dan 1,64 meter. Hij is uiteindelijk maar 1,64 meter geworden. Oh. Moest onlangs zijn optreden afzeggen omdat hij plotseling klachten had. Vind je het gek op je 91ste? Makkie. In de Heineken, ach ja, ach, Charles de Voer. Charles de Voer, daar ben ik een hele grote fan van, weet je dat? Een hele grote fan, jij toch ook? Heel enorme fan. Want die praat Frans, als je zegt, hij wil dat er eentje Frans praat, is hij het, hè? Als je even wil oefenen, moet je hem een keer bellen, zeg je, even bad. Ik laat deze grap helemaal aan jou, hè? Oké, dank je. Alles wat ik daar een reactie op geef is minder. Tweeling uit Grotebroek. De een leerde aan de LTS voor elektromonteur, de ander voor metaalbewerker. Oh, dat is van de broers. De boer. En de laatste foto vergde enig extra nadenken. Ja, ik zie het. Jack. Oh. Jack van Gelder. Is het Jack van Gelder? Oh, ik dacht even dat jij het was. Jack van Gelder. Ja, Duits zegt. Hoeveel had ik er goed en wat heb ik gewonnen? Maar omdat het de allerlaatste tv-show is, kozen we voor een andere, je kan zeggen, officiëlere locatie. Die past bij deze in elk geval voor ons historische uitzending. Dit programma bestaat 40 jaar, laatste uitzending vandaag. Ja, wat verschrikkelijk. Partiers en moerieren. Ik ben toch een beetje opgegroeid ook, Ivo, zoals vele mensen in Nederland. Je was toch onderdeel van mijn leven. Ja. En jij was ook onderdeel van mijn leven. Vandaar dat we hier zitten. Want je bent de figuur die het meest in de uitzending geweest is. Niet alleen als jezelf, maar ook in de tv-show. Ook als ome Joop, natuurlijk regelmatig. Echt waar? Is zoveel? Ja, recordaantal. 22 keer in 40 jaar. Oh, je interesse. Ja, maar een beetje veel, hè? Ja, is veel. Is het niet te veel? Ja, het ging toch niet vervelen. Nee. Maar ik heb wel een appel met u te schillen. Oh? Ja, want de eerste 10 jaar was het live. En dan kwam je regelmatig omdat je iets moest promoten. Ja. Dat kunnen we nu wel toegeven. Iets te verkopen. Theater of televisie. Dat begreep ik nooit, want theaters waren altijd vol. En televisie was altijd een succes. Maar je wilde toch voor alle zekerheid kwam je promoten. Nou ja, dat is wel een grote merk ook. Die gaan toch door met reclame maken. Hè? Er zijn toch heel veel merken die wereldbekend zijn. En ja, die gaan toch elke dag zien ze weer voorbij komen. Je moet toch de mensen blijven herinneren aan dat je nog bent. Precies. Nou, dat heb je feilloos gedaan. En dan kwam je altijd als typetje. Want dat vond je prettiger, hè? Zo ga je een hoedje op hebben en een brilletje, dan was je safe voor jezelf. Ja. Dan kwam je altijd 5 tot 7 minuten voordat de live-uitzending begon, kwam je binnen. En dan zei ik, wat ga je doen? Zei ik, ga ik je niet zeggen. Maar je had altijd wel iets bij je. En ik denk, waar ga je me nu mee verrassen? En dat zijn de meest ingewikkelde momenten uit 40 jaar van dit programma geworden. Kijk, het begint nog vrij simpel toen je binnenkwam met een mafkrukje. Mogen we ze mijn hand halen? Nou kijk, dit is een... Dat was een begin van een applaus, hoor. Ik had niet weten waar dit heen gaat. We krijgen hem wel weg, hoor. Maar dit is dus het melkkrukje. En je kan een melkkrukje kan je herkennen, omdat je kan melk, hè. Kijk, dit is melkkrukje. Als ik nou hierin knijp, dan krijg ik... een melkje. Gaat met mijn vingers hier wel, hè. Het is een truc, hè. Ik mag het eigenlijk niet uitleggen, hè. Maar goed, dat geeft niet, hè. Eigenlijk... Ja, sorry dat ik het zeg, hoor, want u houdt zich keurig aan de tijd. Zeggen, ja, u valt toch niet op, dus natuurlijk, maakt niet uit. Natuurlijk, u wordt toch niet serieus genomen. Nee.
De bril is goed. Zijn u? De bril is goed. Heb ik een bril op? Ja. U ziet ook alles, hè? Ja, hij ziet alles, hè? Hij zegt, ja. Ja, ja, want die bezoekjes, ja, ik moet zeggen dat ik het niet meer kon herinneren. Nee. Het melkjurkje verraste mij ook. Ja, twee bijzondere zinnen. We krijgen hem wel weg, hè, naar het publiek toe, ook heel fijn. En wordt toch iets serieus genomen. Ja, ja, ja. He, daar kon ik het wel mee doen. En ja, in mijn begintijd. Ja, maar altijd zelfspot is altijd het beste wat je kan doen. Nee, dat is waar. Maar wat hier in het begin was, was dat je mij eigenlijk het werken verder onmogelijk maakte. Want die melk lag natuurlijk over mijn papieren. En ik was in die jaren natuurlijk, geen autocue bestond er nog, enorm afhankelijk van die papieren. En we gaan daar straks nog een veel erger voorbeeld van zien. Maar weet je wat het was, wat mij opviel? Je wilde nooit wat zeggen, maar je had het wel altijd voorbereid. Autoradiootje, wordt er maar uit. Maar al 5 keer hebben ze mijn auto eruit ingegooid. 5 keer hebben ze me al ingegooid, met een autoradio. Maar ja, ik heb er wat op gevonden. Wat doet u dan? Ja, nou heb ik een bril op. Ik heb er wat op gevonden. Ik neem hem namelijk altijd mee, die ruit. Wat had hij? Ah, hier ligt hij. Ja. Ik heb hem al. Kijk, zie je wel. Oh, heeft u eigen ruit dan? Ja. Ik heb de autoruit heb ik bij. Dat heb je wel, hè. Dat is duidelijk, hè. Ja, maar en waarom neemt u die ruit dan altijd mee? Het mooiste vind ik dat je vol verbijstering hier naar zit te kijken. Ja. Het is bijna of je naar iemand anders zit te kijken. Nou, natuurlijk, het is heel lang geleden. Ik ben het ook een beetje vergeten. Ik denk, wat ga ik nou ook weer doen? Zag die oude, oh, die ga ik zeker maar niet doen. Ja. Maar het was altijd pesten. Op een of andere manier was het altijd pesten, sympathiek pesten. Dat ja, 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 ja. Dat is altijd bij jou een beetje in een moeilijke positie brengen. Een beetje in een moeilijke positie. Het ergste was de keer dat je met Ron kwam om het televisieprogramma Moordspel te promoten. Oh? Jij kwam als een soort inspecteur. En je had net, als voorbeeld van wat er in Moordspel gebeurde, een moord opgelost met zo'n plakstrip waar je muggen en wespen mee kan vangen. Ja, dat ja, je... ja. Nou, herinneren? Nou, nu je erover hebt, ja. Komt-ie. Die kent u wel, dacht ik. Ja. Ze moeten u ook heel bekend voorkomen. Ze zijn er bijna niet meer. Ze gaan wat stroef open. Alles plakt erop. Alles bleef erop plakken. Dus alles leek erop te wijzen dat dit soort dingen, u ziet hoe dat plakt. Zeker. Zeker. Ik vind wel leuk dat je er zelf om moet lachen. Je lacht zelden om je eigen dingen, maar dit is bijna wel uit een andere wereld. Ja, zeker. Ik moet wel ook mijn excuses aanbieden. Het is verschrikkelijk. Maar ik kon niks meer. Ik had nog 3 artiesten aan te kondigen. Moest gevragen wie komen er ook alweer. Ik kon helemaal niks meer. Alles was weg. Nou, dat is toch wel getuigd van vakmanschap als je daaruit hebt. Of was dit een hele korte uitzending? Nee, het was een lange uitzending. André, 74 jaar geleden geboren in Rotterdam. Enig kind in een warm gezin. Met een voor de buurt waar hij opgroeide verrassende hang naar zoiets chiques als een daspeld. En een smokingstrikje. Alsof hij toen al naar een première moest. Maar dat strikje kwam goed van pas toen hij ging optreden. Want dat was wat hij van meet af aan in zijn hoofd had. Maar hij was wel voor meer gekke dingen in. Vaak tot verrassing van zijn ouders. Hebben die altijd begrepen wat je wilde? Want je had een opleiding tot machinebankwerker. Nee, mijn vader en moeder hebben ook begrepen wat ik wilde. Nou, wel dat ik artiest wilde worden. Heb ik al wel van kind af aan, zover ik kan herinneren, wou ik altijd artiest worden. En mijn moeder was daar niet zo mee bezig. Die vond dat, ja, moet je zelf weten, die had daar niet zo'n probleem. Maar mijn vader vond het wel interessant. En zeker toen het een succes werd, was mijn vader ook heel erg trots en zo. Maar mijn moeder heeft het altijd ondergaan als van vanzelfsprekend. Ja, de jongen met de opleiding tot machinebankwerker. Waar zijn vriendjes aan het voetballen waren, zat hij urenlang op zijn kamertje. Ik zat binnen naar die radio te luisteren. Dat vond ik machtig. En mensen hadden lachen maken. En dan 1 keer per jaar ging ik bij mijn vader in de fabriek van de Rotterdamse Droogdrukmaatschappij. Die hadden zo'n feestavond in de Rivière Hall in Rotterdam. Dus daar gebeurde het waarschijnlijk. En daar traden de coryfeeën van de radio voor het eerst. En daar zag je echt Mieke Telkamp en Johnny Kraaikamp. Nou, dat vond ik toch zo. Dat ik dacht, nee, dat lijkt me toch geweldig om daarbij te horen. Dat is altijd mijn obsessie geweest om artiest te worden. Maar niet alle deuren gingen direct open. André kreeg de ene afwijzing na de andere. Bijvoorbeeld van de VARA. Het spijt ons je te moeten zeggen dat we je nog wat te jong vinden om een proef van bekwaamheid voor conferencier af te leggen. Over enkele jaren zou je het misschien nog eens kunnen proberen. En ook bij de KRO ving je bot. Uw stoutmoedig briefje hebben we met verwondering gelezen. Als u 15 jaar bent, lijkt ons dat nog geen leeftijd om reeds het conferencier zijn te beheersen. Probeert u het nog eens over 1 jaar of 10. Hij schreef zelf ook naar het managementduo Huug Kok Theo Rekkers in het besef van wat hij op dat moment nog was.
amateur. Tot hij als bandparodist de talentenjacht Nieuwe Oogst won. Dat was het begin van alles. Zijn honorarium voor 20 minuten optreden steeg al snel tot astronomische hoogte. Zeker toen de baas van theaterbureau Spotlight hem ontdekte, ene Joop van de Ende. Als André van Duin werd hij de kroonprins van het zogenaamde schnabbelcircuit. Maar hij maakte aldra de stap naar het theater, kwam bij de Snippersnap-revue. Deed daar bijvoorbeeld de Supremes samen met het legendarische koppel Willy Walden en Piet Muiselaar. En zo kwam zijn jeugddroom uit. Hij had bereikt waar hij op uit was en werd de André van Duin die we nu kennen. Ja, ik had er een enorme fascinatie voor. Ik vond het machtig om de artiest worden. Dat wil ik graag worden, ja. En ook omdat ik misschien, en dat heeft er misschien mee te maken, denk ik, dan achteraf. Omdat ik had natuurlijk rood haar, dus ik werd wel een beetje gepest op zo. Maar niet in mijn herinneringen, niet, in ieder geval niet vervelend. Dus ik maar rode kroot. Ja, dat zou de standaard psychologische verklaring altijd zijn, hè? Hij werd gepest vroeger wegens zijn haar. En dus wilde hij opvallen. Ja, nou niet opvallen. Maar was je ook een grappenmaker in de klas? Ja, want ik zorgde er ook als de meesterjarig was. Dan deed ik de sketches en de liedjes en de dingen. En ik vond mezelf een beetje voorrecht omdat ik rood haar had. Want ik denk, een clown in het circus had ook rood haar, hè, de domme ogen. Je was al half weg. Ik was al heel eind op weg. Dus ja, ik denk, dat vind ik wel leuk. En omdat ik dus makkelijk mensen lachen kon maken, als kind merkte ik dat al. Tenminste, ik maakte nou een beetje zelfspot met mezelf. En dat, toen dacht ik, ja, dan moet ik dat worden. Bijzonder genoeg kwam je al snel onder de hoede van de ook als zangduo De Spelbrekers bekende Kok en Rekkers. En de inmiddels grote Van den Ende bracht hem naar de top. En belangrijker nog, hij bleef André uitdagen om zijn grenzen te verleggen. En dat werd duidelijk gewaardeerd. André ontmoette zijn idolen, Tommy Cooper, John Cleese en zijn Fawlty Towers assistent Manuel en Wim Kan. Kortom, een onwaarschijnlijke carrière. En dat alles tot groot plezier en trots van vader Adrianus en moeder Henriette. Vrij ernstig is de volgende scène uit de live periode van dit programma. Je had een prijs gekregen, de Johan Kaartprijs. Ja. Die nam je ontvangst, keurig pak. En wat eigenlijk half en half afgesproken was, want je zei, mag ik dan ook nog iets leuks doen naar de hand? Dus jij kwam op een gegeven moment toch weer de trap af in een raar pak en ging daar zitten. Maar wat er gebeurde was, in dezelfde uitzending zat Van Agt, ex-premier. Die wilde je nog even feliciteren. Dat leidt tot deze onafvolgbare, nooit meer te imiteren sketch. Deze wekker heb ik altijd bij me, weet u wel. En die zet ik altijd neer. Hij was niet dol op het soort prijsuitreiking zoals hij die net zelf had meegemaakt. Hij vond het saai, maakte duidelijk dat hij altijd de neiging had om erbij in slaap te vallen. Minder dan André van Duin. Ja, daar ben ik het mee eens. Ja hoor, ja. Hij kan wel stoppen waarschijnlijk. Ja, maar even hoor. Stil! De criminele dingen, he. Ze luisteren naar je. Die is vreselijk makkelijk. He. Ik heb hem ook altijd bij. Meneer Van Agt wou u nog even feliciteren met uw prijs. Meneer Van Agt wou u nog even feliciteren met uw prijs. Nou, daar heb ik hem, zeg. Dat is hem. Wat fijn dat u er bent ook, hè. Ja, luister eens. Ja. Luister nou eens even stil, hè. Ja, natuurlijk. Dat kan mij niet horen, hoor. Ja. Ja, we gaan geen coalitie aan, hoor. Dat doen we niet. Je bent intussen helemaal uit. Ja, dan moet je stil. Als u even tegen u roept, dan gaat u. Als u even stil roept, misschien dat. Stil! Hij luistert alleen naar de baas. Stil! Nee. Hij gaat alleen met de baas. Maar meneer Van Agt wou nog iets tegen je zeggen. Natuurlijk, ja. Allemaal prachtig en mooi. Maar je bent intussen ontmaskerd als André van Duin zelf. Ja. Kijk maar. Hoe ik loop dagelijks door de Kalverstraat zo in dit niemand herkent. U zag het meteen, hè, natuurlijk. En als oud-minister van Justitie zeg ik met de toekenning van deze mooie prijs aan André van Duin, ja, eindelijk gerechtigheid. Nou, eindelijk een goed woord. Weet je dit nog? Dan gaan we in elkaar met, hè? Ik kan hem afsluiten.
we liepen 4 minuten uit en ik heb ongelooflijk op mijn sodemieter gekregen de volgende dag. Ja, maar dat want klopt. Het hield nooit meer op. Ik moest er ook nog een programma afkondigen en zeggen wat we volgende week gingen doen. Komt toen nog, doe mocht je eruit lopen, ja. Maar herken jij deze man nog? Nee. Dat is van een soort baldadigheid. Wat heet. Ja, die geen komen buiten zinnen, deze man, hè? Toen kwam ik in het archief naar al deze voor mij verschrikkelijke onzin, hè, die je allemaal kwam uithalen toen de uitzending nog live was. Dus ik stond volkomen machteloos tegenover je. Mm. Kwam ik een lied tegen wat mij heel erg verbaasde, wat ik helemaal niet wist dat we het ooit hebben uitgezonden, over een moeder met dementie. Daar ben ik weer. Herken je mij nu echt niet meer? Ik ben die jongen waar jij zoveel van hield. Je staart naar buiten door het raam en fluistert af en toe me na. Maar jij beseft niet meer dat ik dicht bij je ben. Je hebt toch aan mijn wieg gestaan, mijn schone luiers omgedaan. Jij droogde altijd elke traan als ik verdriet had. Ik raak er maar moeilijk aan gewend dat jij mij nu niet meer herkent. Was toch jouw lieve kleine vent, maar nu een vreemde, voor jou een vreemde. Nou, dat ken ik helemaal niet. Ik zit de deur voorkomen. Prachtig stuk. Ja, ik zit te luisteren en ik ga dat eens opzoeken. Dat kun je zo weer uitbrengen of je iets mee doen. Het is een kant van jou die wij toen voor het eerst eigenlijk ontdekten. Ik herinner me nog precies hoe enthousiast hij was over de klassieke uitvoering van zijn grote carnavalshit Ik heb hele grote bloemkolen. Goed gedaan, hè? Echt. Dat was ook heel goed gedaan. Ja, maar echt klassieke zangeres die dus zo prachtig serieus zingt. Ja. Maar ik heb je zelden zo hard zien lachen om iets waar je zelf bij betrokken was of wat indirect over jou ging. Ja, maar dat verwacht je ook niet dat dat eens zo gedaan wordt. Heel bijzonder, Van Duin als reporter in Barcelona bij Louis van Gaal. Komt u binnen. Ach, u bent het. Louis van Gaal. Goedemiddag, ik loop al die tijd bij Van Benen, Wout. Hoe vindt u trouwens? Ik hoop dat u het waardeert. Ja, ik heb het gezien. Ik vind alleen dat hij een beetje te kort is. Maar ik bedoel eigenlijk. Oh, ik dacht dat ik dat alles in de broek heb zitten. Ik las dat u dat waardeert. Fragment uit het programma van Henk Spaan. Het land ook. Goedenavond, kijkers thuis ook. Daar zijn we hier weer. Wout van Benen in gesprek met Louis van Gaal. Voor zijn vrienden, meneer van Gaal. Er zijn van diverse kanten zijn er natuurlijk vanwege de kijkdichtheid vragen gekomen. Waarom de mensen thuis ook. Onder andere van mevrouw Van Bemmel in Doetinchem. En die vroeg zich af of u thuis ook zo bent. Zij ziet dat ook voor zich natuurlijk, dat u ook thuis in de werkster komt en dat u aan de rand van het vloerkleed gaat staan. Daar in de hoek, ligt nog wel zo bedoel je. Dat bedoel ik. Of u daar ook dezelfde houding aanneemt thuis als u dat... Nee, over het algemeen delegeer ik verantwoordelijkheden. Ik had het ook eigenlijk liever niet. Ik vind het een moeilijke vraag. En ik wil ook graag de scherpe voorwerpen even opzij leggen als u niet erg vindt dat ik daar geen risico op. Ik stel een vraag en ik neem vast afscheid thuis. Hoe denkt u, wat is uw mening over Johan Cruijff? Hoe kijk je daar nu zelf naar? Ja. Improviseerde je dat ter plekke? Even de scherpe dingen wegzetten en dat soort dingen? Ja, dat soort dingen tussendoor. We hadden wel die vraag toe, van, moet je eens vragen over Johan Cruijff, ja. Ik weet ook niet, maar hij heeft wel geantwoord ook, geloof ik. Ja, wel geantwoord, maar een heel serieus antwoord. Icoon van Nederlandse voetbal, heeft veel betekend. Oh ja, hij kon daar echt niet heel hard om lachen.
Abraham Moskowitz. Bij het zoeken naar minder bekende sketches kwam de redactie uit bij een werkelijk uniek fragment. Ik weet niet hoe lang deze zaak gaat duren, maar het kan best dagen zijn. En ik wil u er toch aan herinneren dat ik 2000 gulden per uur kost. 2000! Kom op jongens, we gaan snel beginnen. Tijd is money, kom op! Tijdens de opname blijkt dat Moskowitz het dossier van dit script niet echt goed bestudeerd heeft. Neem in de Soundmix Show. Ik bedoel maar. Had ik het al gezegd? Eigenlijk is dit een periode die je al lang afgesloten hebt. Hè? Een aantal jaren geleden dacht je, dit is wel mooi geweest. Ja, nou ja, afgesloten vind ik zo moeilijk altijd. Want ja, je blijft je gewoon anderen vandaan. En heel veel mensen herinneren je nog uit die tijd. En YouTube staat natuurlijk vol mee. En het is een hartstikke leuke periode geweest. Ik ben er ontzettend trots op. Ik ben heel blij dat ik dat allemaal gedaan heb. Maar goed, je hebt toch min of meer bewust een keus gemaakt. Of kwam de kans er? Ik vind een komiek, als je wat ouder wordt, dan wordt het gauw een beetje zielig, vind ik dan. Persoonlijk, nou, dat kan je beter niet meer doen. Nou, met zo'n korte strom, daar zit de korte broek en de grote schoenen en zo. Dat heb je dan wel een beetje raar. Maar ja, dan moet je wel de kans krijgen dat je wat anders kan gaan doen. En die kans kreeg je. Jo van Ende zei van, gaan de Sunshine Boys doen. Een prachtig mooi toneelstuk, wat bijna elke komiek in de wereld ooit gespeeld heeft. En daarna kwam Jan Slachter eerst met Heel Holland Bakt. En toen met het dagboek van Henry Groen. En toen zat ik ineens in een hele andere hoek en het ging eigenlijk vrij... Smooth, bijna. Ja, soepel overgaan. Ja, vrij naadloos over van de een in de ander. En het werd ook geaccepteerd door het publiek. Want ja, dat moet je ook maar wachten. Ja, maar je deed het ook steengoed natuurlijk, toch? Kun je het nog op je oude dag niet meer in een asiel stoppen? Hallo, Mo. Gaan we even een plasje doen? Heb je toevallig gehoord wat ik tegen Mo zei? Wat vind jij? Moet ik hem als het zover is een spuitje laten geven? Ik kan dat niet over mijn hart verkrijgen. Zo'n oud beest nog naar een asiel te moeten stoppen. Dat kan je het asiel toch ook niet aan doen? Maar zover is het nog lang niet, Evert. He? Laten we elkaar nou niet voor de gek gaan houden, Hendrik. Nee, maar... Het is een aflopende zaak, dat weten we allebei. Als ik straks dood ben, dan moet dit huis leeg worden opgeleverd binnen een week. Zonder hond. Op jouw afdeling zijn honden verboden, dus... Ik weet het gewoon even niet. Ik wil er ook niet over nadenken nu. Misschien wel gelijk. Je hebt gelijk. Zover is het nog lang. Toen ik Henry Groen aan het opnemen was, dacht ik, nou, er wordt helemaal niks. Dat moet ik nooit meer doen. Dit is nee, en je irriteerde je mateloos aan het feit dat het zo lang duurde. Lang duurde, maar ook het spelen. Ik ben natuurlijk gewend om grote gebaren mensen. En als er wat leuks gebeurt, maak je daar een grap van. En dan gooi je iets om of zo. Ik wou overal alle dingen die we deden in die film, dacht ik, ja, hier kan je een lach uithalen. Daar kan je een grap. En dan zei Tim Oliehoek terecht. Nee, niet doen. Nee, dat regisseur. Nee, niet doen. Klein houden. Hou het klein. Op duur had ik het idee. Ik denk, ik zit helemaal niks meer te doen. Ik gaf ook bijna geen geluid meer. Het was allemaal zo klein en zacht. Dus ik zat iets te doen wat ik helemaal niet gewend was. Maar dat pakte uiteindelijk ook geweldig uit. En dan met Heel Holland Bakt. Dan kwam ik toch in het succes van Martine Bijl terecht. Nou, maar nu kan je gewoon normaal. Zo kom je dit jasje binnen. En dan zeggen de mensen ook van, god, leuk dat je er bent. Ja. Ja. Dat is een verworvenheid. Dat is fijn. Ja, zeker. André mag zijn carrière als komiek dus min of meer achter zich hebben gelaten. Hoewel we al een eeuwigheid vriend en collega zijn, blijft een sketch met hem mogen spelen een ervaring voor het leven. Zo, eens even kijken. Waar is de puzzelpagina? Oh, hier heb ik hem. Dat is even een prettig weertje om even rustig de lunch te lunchen. Even zo tussendoor, vindt u ook niet? Eet u smakelijk, meneer. Nog u zeer. U bent in een goede bui, hè? Ja, ik ben in een hele goede bui, dat kan je wel zeggen. Komt dat, is er een reden voor?
Ik ga morgen een plezierreisje maken. Oh, een plezierreisje? Ja. Waar gaat u heen? Ik ga mijn schoonmoeder naar Schiphol brengen. En gaat u zelf mee? Nee, ik ga zelf niet mee. Nee, wij gaan nooit zo ver. Ik blijf altijd een beetje in de buurt. We zijn bijvoorbeeld vorig jaar zijn we naar Zandvoort geweest met het hele gezin. Dat was ook heel gezellig. Hotel? Zandvoort. Een hotel? Schitterend hotel, prachtig hotel. Wij zaten in een hotel, hoe heet het ook alweer? Krasnapolski. U bedoelt, hotel Krasnapolski. U bedoelt Krasnapolski? Nee, Krasna stond boven op dak, stond er met grote letters. Mooi hotel, keurig in de verf. Heel mooi, erg mooi. Hotel Krasnapolski staat niet in Zandvoort, meneer, maar dat staat in Amsterdam, in het hartje van Amsterdam. Nou, vandaar dat het elke morgen zo'n eind lopen was naar het strand. Nou ja, maak het uit. Is er wat bijzonders in de krant of is het allemaal niks? Nou, ik zit te puzzelen, maar ik las net wel een mooi verhaal over vier mannen die 5 dagen lang op een vlotje in de oceaan hebben rondgedreven. Ze verzinnen wat, hè, die krant, hè? Ja, ja. Moet verkocht worden, hè? Ja, maar deze hadden schipbreuk geleden. Oh, 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 schipbreuk. Nou, ja. Mazzel dat ze een vlotje bij zich hadden dan, hè? Ja, nee, dat hadden ze natuurlijk niet bij zich. Omdat u dat zei, toch? U zei toch met een schipbreuk met een vlotje? Ja, maar dat hebben ze natuurlijk in alle paniek even gemaakt, dat vlotje. Gemaakt? Ja. Waarvan? Van golfplaat? Nou, dat zie ik helemaal voor. Maar jongens, wat is er gebeurd? We hebben schipbreuk geleden. Wat zeg je nou? Jazeker, we hebben schipbreuk geleden. Echt waar? Ja, ik denk, wat word ik vochtig? Potverdorie, wat moeten we nou? Ja, weet jij, weet ik. Ik zou het ook zo gauw niet weten. Hadden we nou maar een vlotje? Ja, dat zou ik ook niet weten. Nou ja, afwachten maar, hè. Oh, nee, nee, nee. Wacht even, wacht even. Ik heb... Wacht, ik voel wat. Wat heb je? Ik voel een paar planken in mijn binnenzak. Wat zeg je nou? Ja. Ik heb altijd een paar planken bij me, voor als je ineens een vlotje moet maken, wat handig is dat? Ja, de spijkers zitten erin. Nou, dat is helemaal anders, hè? Pop, verdor. Hé, hey, kijk daar, is daar. Daar drijft een hamer. Nou. Wat een mazzel. Wat een onzinnig verhaal. Dat hoort u toch zelf ook, hoop ik. Meneer, zo gaat dat helemaal niet. Nee, natuurlijk gaat het zo. Toen dat schip zinkende was, probeerden ze natuurlijk van alles om wat hout bij elkaar te vinden. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, hoor. Ze gaan eerst het hele schip demonteren. Nou, goed. Vrouwen en kinderen eerst van boord. Nee, 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 we moeten eerst nog even wat plonken losschroeven voor een vlotje. Schroevendraaier. Heb jij een schroevendraaier? Ja, die leg beneden. Dan staat er pot. Hoe komen we aan een schroevendraaier? Wacht, ik heb zo'n Zwitser zakmes. Oh, die zijn handig. Ja, die zijn zeker handig. Zit er een schroevendraaier bij? Ja, eens even kijken. Even kijken, waar heb ik hem? Wat moet hier tussen zitten? Ik heb hier een schaartje. Nee, een schaartje heb ik niks. Dan heb ik hier nog een vergrootglas. Zo, dat vergroot, dat glas, dat vergroot enorm. Ja, kijk eens even hier zo. Ik heb nog een nagelveiltje. Heb ook niet nog... Ah, hier is een schroevendraaier. Bloep, 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 bloep. Hier is een schroevendraaier. Maar dat is niet een goede. Ik moet een kruiskop schroevendraaier. Kruiskop. Bloep, 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 bloep. Moet er een klein beetje opschieten, anders krijg ik geen kruis. Maar heb je nou echt een goede schroevendraaier? Ja, zo krijg ik nooit die planken los. Meneer, u maakt er zo'n enorme toestand van. Er staat hier alleen maar in de krant dat er 3 mannen op een vlotje op zee ronddreven. Meer niet. Dat is alles. 3? Ja, 3 of 4, wat maakt het uit? Net zei u 4. Ja, er was 1 overboord gevallen, denk ik. 1 overboord gevallen? Ach, wie? Ja, weet ik veel wie. Nou ja, als je het bent, is het wel belangrijk. Oh ja, hier staat het. Oh, toch? Ja, een kanebraaier is overboord gevallen. Kanebraaier? Ja. Mijn buurman heet toevallig kanebraaier. Die heb ik al een hele tijd niet gezien. Is kanebraaier overboord gevallen? Ja. Wat afschuwelijk, zeg. Nou ja, pas nieuwe gordijnen hangen, die kan ik nou misschien goedkoop overnemen. Godverdomme, nee, er zijn meer honden die Vicky heten. Ja. Vicky, dat is hem. Kanebraaier hebben een hond die heet Vicky. Ach, wat afschuwelijk. Tuurlijk overboord geslagen toen hij die hond wou blussen. Wat een verschrikkelijk moment zal dat geweest zijn, zeg. Wat een verschrikkelijk moment. Man, 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 man. Hier heb je de krant. Heb ik de krant? Ja. Nu wel? Ja. Oh. Dat is vlug. U gooit alles door elkaar. Er staat alleen maar een verhaal in de krant over 4 mannen die op een vlotje dreven. Is Kanebraaier weer terug? Ja, hij is weer terug. Dan gaan we gordijnen. Ik vind het zoal zo verschrikkelijk voor die hond. Ik weet het, omdat ik zelf ook een hond heb gehad. Hè? Verschrikkelijke hond. Leuke hond wel, maar een rare hond. Eigenaardig. Die lustte bijvoorbeeld geen vlees. Okay. Dat is raar voor een hond, als je geen vlees lust. Wat was dat dan voor hond? Een vegetariër. Een aardig beest. Meneer, een vegetariër. Ik heb al meer gekke beesten gehad, hoor. Ik heb bijvoorbeeld ook nog een... Die heb ik trouwens nog. Ik heb een... dat is misschien even leuk om het nu te vertellen. Ja. Ik heb een vogel die kan praten. Oh, papegaai. Een uil.
Een uil? Een uil, een pratende uil. En daar komt ook nog bij, het is een homoseksuele pratende uil. Die zie je niet veel. Een homoseksuele uil die kan praten. En wat zegt hij dan wel niet? Wat zegt u? Wat zegt hij dan wel niet? Joehoe. 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 Ja. Joehoe. Maar hoe is het nou verder afgelopen met die schipbreukeling? Ja, is er nog iets van terechtgekomen? Ik heb het niet helemaal gelezen. Hier, Ik heb u de krant het al gegeven. Misschien kunt u het zelf even doorlezen daar. Oh, vindt u niet heug? Waar is de krant? Ah, hier zo. Ligt ja. Ah, laat mij verder met rust, dan kan ik eigenlijk nu eens aan mijn kip staat het? Welke pagina heb u het? Oh, hier, waar dat A4'tje in zit, moet ik het daar... Oh ja, sorry. Even kijken. Eens even kijken, waar staat het hier? Oh ja. Ja, laat mij nou met rust, dan kan ik mijn cryptogram gewoon afmaken, ja? Ben je aan het puzzelen? Ja, maar ach, dat is... ik ben zelf ook een enorme puzzelaar. Als ik u kan helpen, dan wil ik daar dit graag even helpen. Dit is geen gemakkelijke puzzel. Jeugdkampioen Zuid-Holland zit hier, hoor. Ja. Dus ik moet helpen om het u te zeggen, hè? Want ik ben er zo, ik vul ze achter elkaar in. Het is voor mij geen enkel punt. Nee, ik kom er wel uit. Mooi. 7 horizontaal. Mooi. 7 horizontaal. Die heb ik geweten, die heb ik geweten. 7 horizontaal. Heb je nog een beginletter of man, zo? Man, die weet niet eens wat de vraag is. Oh, wat is de vraag dan? Een ander woord voor een vader van een tweeling. Dubbeldekker. Dubbeldekker. Wel, nee man, dat past helemaal niet. 14 verticaal. Hoe heet een garderobejuffrouw? Klerenwijf. Nou, ik ben het zat, meneer. Eet nou gewoon uw trommeltje leeg en laat mij gewoon lekker met rust en even het cryptogram. Dat doe ik altijd graag op zo'n vrijdagavond. Even heel relaxed. Weet je dat je klaar bent? Moet opschieten, want ik moet zo weer aan het werk natuurlijk. Dus dan ben ik een... Godverdorie. Ook wat, ik heb mijn trommeltje niet open. Komt dat? Ik ben de cijfercode vergeten. Een cijferslot voor een broodtrommeltje? Ja, ik laat de kaas niet van mijn brood eten, hoor. Dus even kijken, het was zo, was het ook alweer. Weet u niet één cijfer meer dan? Ja, het zijn 6 drieën, maar ja, de volgorde, daar gaat het om natuurlijk. De volgorde. Nou kom ik er ook niet achter hoe mijn vrouw over me denkt, hè. Mijn vrouw, want mijn vrouw, mijn vrouw maakt altijd een trommeltje klaar. Die stelt het altijd samen, het trommeltje. Dan kan ik aan de inhoud zien hoe mijn vrouw vandaag over me denkt. Oh. Dat is leuk, hè? Ja. Dus dan, ik zal maar zeggen, dan zit er bijvoorbeeld in een broodje ei en een plak ontbijtkoek. Dan betekent dat, het is tussen mevrouw en mij koek. En nou, er zit er nou ook nog een appeltje bij, dan wil dat zeggen, wij hebben nog een appeltje te schillen. Weet u wel, dat zijn allemaal codes, zal ik maar zeggen. Hè? Maar ja, kom. Oh, hij springt open. Mooi. Zo, zo. Wat zou mevrouw hier nou mee bedoelen? Ja, zeker. We hadden in deze serie een update van mijn gesprek met Oprah Winfrey. Wat ik zelf altijd nog een van de mooiste gesprekken vind. Omdat met zo'n vrouw praten, ja, tuurlijk. Met zoveel wijsheid en zoveel levenservaring. Dat kan natuurlijk sowieso niet mis. Maar we hadden toch wel een soort bijzondere klik. En na het hele verhaal... Zij zei, wat ze ook meegemaakt heeft, er is eigenlijk maar één ding waar het om gaat. En dat vertelde ze zo indrukwekkend. Dat is liefde. Dat is ook. Dat is ook. I believe that love is the great cure. It is the great teacher. It is the great lesson. Oh, ik ken jou al jaren, maar iedere dag vraag ik aan jou zo lang als het mag. Heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou? Liefde begint als een hooglaaiend vuur, maar zonder nieuw hout gaat het uit op den duur. Heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou? Oh, die vraag is misschien wel een beetje naïef, maar ik kan het niet laten, want ik heb je zo lief.
heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou. Oh, heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou. Oh, ik wil het gewoon zeker weten, dat ik het niet ben vergeten. Heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou. Oh, ik vraag het in bad en ik vraag het in bed. En ik vraag het als jij net hebt koffie gezet. Heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou. Ik vraag het misschien wel een beetje te veel, maar het komt uit mijn hart dat ik graag met je deel. Heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou. Want echt houden van betekent een hoop. Het is nergens te huur en nergens te koop. Heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou. Oh, heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou. Ik wil het gewoon zeker weten, dat ik het niet ben vergeten. Heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou. Zullen we het voorzichtig met z'n allen doen? Pak elkaar vast. Heb ik vandaag al gezegd. Nieuwjaar. Jaar van hoop? Ja, ik denk het wel. Slechter kan niet worden, zou je zeggen. Hè? Want we hebben een verschrikkelijke jaar achter de rug dan. Ik persoonlijk, in mijn persoonlijke vlak helemaal. Maar alle coronadingen, wat allemaal mensen allemaal mee hebben gemaakt, wat allemaal gebeurd is. Ja. En wat er in de wereld allemaal gebeurt. Nou, ik moet allemaal nog zien of het allemaal goed gaat. Dus ja, een jaar van hoop. Maar ja, er is geen enkele zekerheid. Dat heb je natuurlijk nooit. En ja, ik zeg al, slechter kan niet worden. Nee. Maar goed, je geeft de mensen door wie je bent alleen alweer hoop op dat er nog van alles aan goede dingen kan gebeuren. Ja. En over mezelf, komend jaar ben ik weer genoeg op de televisie te zien. Dus ik heb genoeg aanleiding. Ja, je was de laatste tijd ook genoeg op televisie te zien. Ja. Zet maar even de rem erop. Ja. Kan ik je gelukkig nieuwjaar wensen? Of is de herinnering nog steeds zo vers dat geluk nog een moeilijk begrip is? Dat gaat, het verdriet gaat natuurlijk nooit weg. Het verdriet blijft altijd en dat zal er altijd blijven. En dat wil ik ook eigenlijk wel. Het zou niet leuk zijn of niet mooi zijn als dat zou verdwijnen. En dat gaat ook niet verdwijnen, dat blijft natuurlijk altijd. Maar ik hoop wel. Ja, ik wil alleen maar zeggen, ik hoop dat het nieuwe jaar beter wordt. Het is nu bijna 2 jaar geleden. Red jij jezelf door bezig te zijn? Ja, absoluut. Ik heb me helemaal in mijn werk gestort en dat heeft heel goed geholpen. Je zoekt afleiding, hè? Dan zit je natuurlijk gewoon thuis en dan ga je zitten nadenken. Dan zie je alle foto's weer en alle momenten en dingen. Dat werkt natuurlijk allemaal op je sentiment. Dus het is best om bezig te zijn. Als je bezig bent, dan heb je goede afleiding en dan gaat het ook heel goed. En dan, is dat, maar ja, je kan ook niet continu bezig. Je moet ook af en toe thuis gaan zitten en gewoon even tot rust komen. En dat zijn dan dat zijn vaak moeilijke momenten. Ja, maar je hebt er weer zin in. Je hebt zin in het leven. Oh, zeker. Ja, zeker. Ja, als je dat niet meer had, dan zou het helemaal verschrikkelijk zijn. Maar nee, je moet altijd. Er moet er altijd wel iets aan de toekomst. Een light at the end of the tunnel zijn. Waar je toch naartoe kan werken. En dat zie je? Ja. Nou ja, ik ben 75, dus het ligt hem steeds dichterbij. Maar voorlopig nog wel. Ja. Dit jaar word je 75? Ja. Ik kan uit ervaring vertellen, mijlpaal. Ja? Zo verschrikkelijk blij word je daar niet van. Als je nog alles wil. Ja, maar aan de andere kant, als je nog gezond... Ik heb wel dingen gehad, maar voor zover ik weet ben ik nu gezond en zo. Dat hoop ik nog een tijdje te blijven. Ik voel me ook goed, ik voel me ook fit en zo. Ik ben ook wel eens moe. Ik denk, weer een dag. Maar normaal gesproken heb ik er toch wel zin in het leven. Ja. Maar goed, je maakte je zorgen toen je binnenkwam. Zorgen zijn weg. Ja, zeker. Ja, ik vond het enorm leuk en een geweldig voorrecht om hier het jaar mee te kunnen beginnen en deze serie mee af te sluiten. Ja, dankjewel voor de uitnodiging, Ivo. En jij bedankt voor 40 jaar televisie, wat er ook niet, wat je ook niet zomaar onder de vloer kan schuiven. Je hebt het toch wel. Als je toch 40 jaar met zulke kijkcijfers doet, zoveel in belangstelling hebt gestaan. Dat zei ik net al, zulke echt beroemde mensen hebben, waar je gewoon binnenkwam en iemand zei: hey, Ivo, dat is toch fantastisch. Ja, geweldig. Gefeliciteerd. Dankjewel.